Dag Kunstloevers TV. Ik ben Thierry van Jazz Legal en dit is Wat staat op de plaat. Ik heb hier een plaat van Steiger, een Belgische groep. Leuke plaat, maar ik heb ze vooral gekozen voor alle teksten op de achterkant. Zolang de lockdown duurt, ga ik dit in verschillende delen bespreken. Vandaag zal de focus zijn de kleine C-tuk tussen haakjes en All Rights Reserved. Die C, ja, vaak zie je die ook in een cirkel. Ik ga geen grote geheim verklappen, want ik zeg dat dat voor copyright staat. Ik kan dat ongeveer vertalen naar auteursrecht. Maar waarom staat dat op bijna elke plaat, die C? Misschien even teruggaan in de tijd. Vanaf de jaren 1600, 1700 ontstaat het idee om rechten te verlenen aan auteurs van ja, bijvoorbeeld muziek. Maar in 1886 staat een groot aantal landen, waaronder België, zich aan bij de Berner Conventie. Dat wordt getekend in Bern, in Zwitserland. Gevolg is dat onder meer in die landen de auteur van een werk, dus in dit geval Steiger, eigenlijk rechten krijgt op dat werk zonder dat ze daar iets voor moeten doen. Dus ze moeten niet dat gaan registreren bij een overheidsinstantie, ze moeten niet betalen. Het wordt eigenlijk, het krijgt het automatisch op het moment van de creatie. Je moet ook nergens aangeven op het werk dat je auteursrecht erop claimt. Maar waarom staat dat dan toch altijd C 2018 Steiger, waarom staat dat daar dan op als je het eigenlijk niet moet doen? Wel, dat gaat terug op het feit, ik zei daarnet, er zijn veel landen die lid werden van de Berner Conventie, maar één groot land niet, en dat was de VS. Een ander groot land, de UK, tekende wel de conventie, maar heeft het nooit geïmplementeerd tot veel later. Gevolg, ja, zij hadden een ander systeem. Dus om copyright te claimen of te krijgen, moesten ze verplicht het werk aangeven ter registratie. En daarnaast moesten ze ook op het werk zetten dat ze copyright claimden. Dus dat gebeurde onder meer door All Rights Reserved. Dat wil eigenlijk zeggen, ja, ik hou mij alle rechten op dat werk voor. En sinds de jaren 50 begon ook begon men die C in een cirkel te gebruiken om aan te geven van, hey, kijk, de rechten op de muziek op deze plaat zijn van mij. En dat was wettelijk verplicht. Maar natuurlijk, ja, in België bijvoorbeeld was dat niet zo. Maar ja, de VS, UK, dat is waar de popmuziek ontstaat, waar het ontploft, wordt geëxporteerd naar overal. En dan gaan mensen in België ook platen beginnen drukken. En dan nemen ze natuurlijk gewoon de tekst over die ze zien op de platen van hun idolen. De VS wordt eind jaren 80 toch lid van de Berner Conventie en UK hetzelfde. Daardoor is zelfs in de VS, in de UK, dat eigenlijk niet meer verplicht vandaag. Het was al niet verplicht in België. Waarom staat het dan nog altijd op platen? Wel, één, gewoonte. Ja, ze hebben het altijd gedaan, dus ze kopiëren gewoon het tekstje van de vorige keer. Twee, in de VS bijvoorbeeld heb je nog altijd meer kans of een kans op een grotere schadevergoeding als je aangegeven hebt op het werk van hey, er rust daar copyright op en het is van mij. Ik kan daar meer in detail van gaan, maar dat gaat een beetje te ver voor dit filmpje. En het laatste punt is eigenlijk, ja, ook in België, je krijgt wel het auteursrecht automatisch, maar het is niet omdat je het hebt dat je het ook kan bewijzen. Er is wel in onze auteursrechtwetgeving een bepaling die zegt, als je naam op het werk staat, is er een vermoeden dat je de houder van het auteursrecht bent. Dus ja, dan is het aan de andere partij om te bewijzen dat dat niet klopt. Dus dat is de reden waarom vaak nog die C erbij gezet wordt. Die All Rights Reserved, ja, dat heeft eigenlijk geen nut meer. Dus laat het dan maar af.